So? Oh, meine Güte. Hallo jongens en welkom terug op het YouTube-kanaal van Action Nederland. Mijn naam is Christina en misschien ken je me wel van mijn eigen YouTube-kanaal, namelijk Christina K. En vandaag ga ik iets heel erg leuks doen. Ik ga namelijk make-up TikTok-hacks uitproberen en even kijken hoe ze werken en of ze werken. Dus heb je er zin in? Blijf dan gezellig even kijken. Doe ook alvast je duimpje omhoog en abonneer je ook zeker op het YouTube-kanaal van Action Nederland, want dan mis je geen enkele upload. En laten we staan gaan beginnen. Ik ben echt dol op TikTok, maar soms zie ik daar dingen en ik denk van... wat is dit? Of hoe doen ze dit? En soms hebben ze ook best wel handige hacks. Nou, de allereerste hack die ik ga proberen is do-it-yourself soul brows. Misschien ken je dat wel, dat je je wenkbrauwen soort van een lift geeft. Maar dat kan je dus ook heel makkelijk thuis doen. En dat heb ik dus geleerd van deze video. Nou was ik door de Action aan het lopen en voor vaste zeepblokje heb ik dit. Dit is in ieder geval hoe die eruit ziet. En wat zij dus doet, is ze maakt hem nat met haar setting spray. En thuis in mijn kast vond ik nog deze setting spray van Max & More. En ze gebruikt een spoelie om het omhoog te kammen. En daarvoor heb ik deze kwasten gekocht. Ten eerste, ik vind ze echt prachtig. Een super mooie neonkleur. En hier heb je dus een poederkwast, oogschaduwkwast, een spoelie. Oh ja, aan beide kanten heb je dus een ander kwastje en ook nog een highlightkwast. En deze set heb ik dus gekocht omdat de poederkwast mega zachter uitziet. Dus ik was eigenlijk wel heel erg benieuwd of die ook zo zacht aanvoelt. En het wenkbrauwkwastje had ik natuurlijk nodig voor deze video. Ik ga als eerst even kijken of het echt zo zacht is. Oké, ja. Ja, gelukkig wel. Anders kwam ik echt van een koude kermis thuis. Oké, oh mijn god. Hoe nat moet dit? Ja, geen idee. Ik ben echt nu al helemaal gespannen. Ik doe dat niet vaak, make-up hacks uitproberen. Oeh, misschien heb ik al te veel zeep. Ruikt wel echt lekker. Dat doet me echt denken aan de sauna. Okidokie. Nou, dan ga ik er dus met zeep er helemaal in. Want dat doet ze eerst ook. Voordat ze het echt goed uitborstelt. Wat vinden jullie trouwens van de hele soap brow trend? Ik weet het niet. Bij de ene vind ik het dus heel mooi en bij de andere niet echt. En ik was dus heel erg benieuwd hoe ik het zou vinden bij mezelf. Oké, het staat wel echt recht omhoog. Maar ik zie dus stukjes zeep. Oh mijn god, ik vind mijn wenkbrauwen er zo raar uitzien. Ik ga helemaal stuk. Dus misschien heb ik toch wel een verkeerde zeep hiervoor. Tenminste, het blijft wel staan. Alleen ik zie echt witte puntjes. Oké, ik merk wel dat ik dit dus niet te lang moet doen. Want dan zijn ze eigenlijk al bijna niet meer te redden. Oh mijn god, heb ik het nou verpest? Oké, mijn wenkbrauwen zijn helemaal omhoog gekamd. En volgende wat ik ga doen is een wenkbrauwpotloodje pakken. En deze heb ik trouwens in de kleur blond. Wat ik me ineens bedenk, ik had het kwastje niet eens nodig. Want ik heb hem ook aan deze kant, zo'n wenkbrauwkwastje. Maar goed, mocht je het handiger vinden om je wenkbrauwen hiermee te doen, dan is dit kwastje natuurlijk veel handiger. Oké, ik ga erin met mijn potloodje en ik ga gewoon kleine streepjes zetten. Zo van, dit zijn extra haartjes. Nou ja, kan ik nou mezelf een natuurtalent noemen? Nou, dat denk ik niet. Ik heb hier een concealer en een plat kwastje. Wisten jullie dat ik dit echt nog nooit heb gedaan? Ik weet dat beauty gurus dit echt altijd doen. Zo hun wenkbrauwen strak trekken met concealer. Dus ik ben heel erg benieuwd. Misschien wordt dit wel echt iets nieuws voor mij en doe ik dat dus altijd. Oké, ik snap wel waarom mensen dit doen. Ik snap het. Het oogt echt nu al gewoon netter. Natuurlijk moet ik het nog blenden. Ik vond het altijd zoveel moeite. Maar eigenlijk... Maar weet je wat het is? Want nu moet ik het blenden. En nu vind ik het dus eng. Want dan denk ik van, ja, straks verpest ik het. Oké, ik ga het naar beneden zo uitblenden. Oké. Ja. Get me out of here. Oké, maar de hack werkt. Ik denk dat ik gewoon een soort van doorzichtige zeep moet gaan halen. Net als wat zij heeft. Want het heeft wel een soort van een witte waas achtergelaten. Voor de volgende beauty hack heb ik twee lipsticks. Twee rode lipsticks. Een matte lipstick, gewoon een normale. En een liquid lipstick. En eentje moet ik dus aanbrengen voordat ik foundation aanbreng. En de andere daarna. Dus ik ga beginnen met deze gewone lipstick. En ik...
Ik heb dit echt al heel vaak op TikTok voorbij zien komen. Door mensen ook die het nadoen en proberen. En kijken hoe dat eruit ziet. Ik vind het er vrij heftig uitzien. Maar hopelijk komt het allemaal goed. En ik dacht, ik ga dus deze hek op deze kant van mijn gezicht proberen. En de andere aan de andere kant. So, you're gonna take a red matte lipstick and your everyday foundation. Okay, you're gonna take one dot of the red matte lip and then put like this much foundation. And then you're gonna mix it together and it's gonna make this beautiful pink color. And this is what it looks like on. It's like the beautiful like sunburnt look that everybody wants for the summer. And the red matte lip makes it not transfer, so it's gonna stay on all day. En dan kunnen we beide kanten vergelijken. Ik heb hem trouwens in de kleur Hot Kiss. Okay, zij brengt het aan best wel... Oh, okay. Dit voelt echt al zo onnatuurlijk om te doen. En dan brengt ze het ook aan op haar hele voorhoofd. Maar ik ga natuurlijk maar één kant doen. Maar de andere hek is eigenlijk alleen maar voor de wang. Dus ik doe het denk ik toch wel over de hele voorhoofd. Oh no. En ook een beetje op haar neus. Doet zij ook zo. Oh no. Oké. Okay. Nou, dat was dat. Het voelt heel raar omdat het natuurlijk best wel een dikke... structuur is. Even kijken, is dit een chille kwast ervoor? Hoe doet zij dit? Oh, ze blendt het best wel heftig uit. Oh ja, zo nog omhoog en echt over haar neus. Oh mijn gute. Ik heb denk ik nog nooit in mijn leven, in mijn hele leven... lipstick op mijn voorhoofd aangebracht. Dit breng ik zo aan in de binnenste hoek van mijn oog. En dan doe ik het hier. Ik ben er echt een beetje zenuwachtig voor op een of andere manier. Zal ik hier deze beauty blender voor gebruiken? Deze heb ik ook gekocht bij de Action. Het ding is, het moet natuurlijk gewoon mooi blenden met die lipstick. Ik vind het nu ook zeg maar heel lastig te zeggen of ik de beauty blender goed vind. Ik vind hem in ieder geval wel lekker zacht. Alleen, ik heb lipstick op mijn hoofd. Dat heb ik niet zo vaak. Althans niet op mijn gezicht. Dus dat blend je sowieso wat moeilijker. Oké, ik ga met mijn foundation erin en ik ga gewoon kijken wat het doet. Oh, dit heb ik dus niet zo handig gedaan. Ik heb echt lipstick in mijn haarlijn. Oké, dan heb ik deze echt fantastische poeder met een persikgeur. Deze is ook van Max & More. Deze is nieuw. Je had hem ook in kokosgeur. Maar ik ben dus voor persik gegaan. En ik ga dus mijn foundation even afpoederen. Maar ik ben zo benieuwd. En deze heerlijk grote pot. Oké, ik heb hem open en ik wil hem eigenlijk gewoon als eerste even ruiken. Het ruikt echt lekker. Ik kan er niet echt een persikgeur van maken, maar het ruikt wel echt lekker. Ik doe wat poeder. Oké, dit is niet wat. Dit is echt al zoveel. Maar ik heb even wat poeder in de deksel gedaan. En ik ga met deze heerlijke zachte kwast het aanbrengen. Veel te veel poeder aangebracht. Oké, de poeder is echt super, super mat. Dus ik ben benieuwd hoe het er straks uitziet. Ik heb van mezelf best wel een vette huid. En het heeft het wel heel erg gematteerd. Ik moet heel eerlijk zeggen, van die hele lipstick zie ik niet zo heel veel. Behalve echt op mijn voorhoofd. Maar daar heb ik ook best wel veel lipstick aangebracht. En hier zie ik het denk ik een heel klein beetje. Een soort van doorschemeren. En ik vind het resultaat ook niet eens super mooi. En ik denk persoonlijk dat ik de matte lipstick hack dus wel heel chill ga vinden. Oh, het is echt... Ik kan me bijna niet meer herinneren wanneer ik voor het laatst een matte rode lipstick op had. Ik ga die straks opdoen. Daar heb ik zin in. Oké, dus wij hebben één klein beetje liquid lipstick nodig. En daarbij hebben we dus ook concealer nodig. En die twee meng je dus samen. Of foundation kan je die hier trouwens ook voor gebruiken. Ik doe even net even wat meer concealer erbij. Want ik heb het gevoel dat de lipstick best wel donker is. Dat ga ik dus met elkaar mengen. Dit is trouwens de kleur. En dit kan je dus aanstippen op de plekken waar je je... Ik vind het zo spannend allemaal. Even kijken. Oké, dat moet je wel echt heel snel doen. Want een liquid lipstick, die droogt natuurlijk ook snel. Oeh! Oh no. Oh no. Paniek. Oké, dit heb ik dus niet zo heel goed gedaan. Hij had echt al meer dan genoeg tijd om
op te drogen zoals je zag. Oké, het was eigenlijk uiteindelijk ook nog wel prima te doen met uitblenden. Het was even spannend. Het was wel even spannend. Oké, ik heb dus waarschijnlijk een grotere kwast nodig. Dus bijvoorbeeld zo'n poederkwast. Het beter uitsmeren op mijn hand. En dus sneller te werk gaan. En ik denk dat als je dat trucje eenmaal door hebt, dat het best wel leuk kan zijn. Want ik vind hem nu dus heel mooi zitten op de huid. En ik denk inderdaad ook niet meer dat het zal verschuiven. Oké, in de video's hadden ze ook een crème contour gebruikt. En dat heb ik dus niet gevonden. Maar ik heb wel dit contour paletje. Dit is de Bronze and Highlight palet. En die ga ik nu even gebruiken. Dit doe ik even met een schuin afgesneden kwast om mijn gezicht een beetje te contouren. Dat doe ik echt heel erg lichtjes. Ik moet wel echt wennen aan al die lookjes met zoveel blush. Want zoveel gebruik ik echt nooit. Het is bij mij zeg maar iets te hoog gegaan. Te hoog onder mijn oog. Maar ik heb wel gezien dat dat soort van de Kylie Jenner look is. Omdat Kylie heel veel blush gebruikt. En ook echt onder haar ogen. Krijgt ze echt zo'n dat poppetjes effect. En dat is nu dus heel erg in. Maar goed, ik heb dus ook deze bronzer gevonden. En ik kon eigenlijk niet wachten om het te gaan gebruiken. Dit kan je dus zowel voor je hele lichaam gebruiken als voor je gezicht. En dit leek me dus heel erg leuk om te gebruiken. Om mijn gezicht een soort van een beetje op te warmen. Oeh, er zit zoveel glans in trouwens. Dus hierbij heb je ook echt geen highlighter meer nodig. Qua blush vind ik deze kant dus veel mooier dan deze kant. Want hier is het echt al voor mijn gevoel bijna weggevallen. En nu zie ik echt alleen nog de bronzer. Hier zie ik het dus echt heel erg goed. En vooral ook met die mooie bronzer met glitters eroverheen vind ik het effect en de kleur echt heel mooi geworden. Oké, ik ga zo even mijn mascara doen. Maar eerst ga ik mijn gezicht even zetten. Want als je mascara op hebt, kan het een beetje uitlopen. En als je lipstick op hebt ook. Ik laat het wel heel even opdrogen en dan doe ik even mijn mascara en dan kom ik zo bij jullie terug. Ik ben zo benieuwd hoe het op de camera eruit ziet trouwens. Ik ben echt zo benieuwd. Want voor mijn gevoel is dit allemaal vrij heftig. Maar ik vind mezelf dus tegelijkertijd heel gezond eruit zien. Oké, dan ga ik denk ik naar mijn favoriete deel. En het is niet eens een TikTok hack. Maar ik ga deze liquid lipstick op mijn lippen aanbrengen. I can't wait. Het is sowieso al zo lang geleden dat ik een donkerrode lipstick heb opgedaan. Want dat doe ik meestal in de herfst. Het is wel echt goed gepigmenteerd, jongens. Ik hou ervan als mijn lipstick op mijn lippen zit. En niet op mijn wangen. Zeg maar, dat is mijn conclusie van vandaag. Ik vind het eigenlijk heel leuk dat ik het heb uitgeprobeerd. Eerlijk is eerlijk. Maar het voelt alsof ik heel veel make-up op heb. En dat heb ik echt voornamelijk op mijn voorhoofd. Daar heb ik natuurlijk ook meeste lipstick aangebracht. Dus het voelt wat onwennig. Deze wenkbrauw situatie vind ik dus ergens heel erg vet. En ik denk dat ik dit ook zeker weten nog eens zou proberen. Maar dan met een andere zeep waarschijnlijk. Oké, jongens, dan was dit de video van vandaag dat ik de TikTok make-up hacks heb geprobeerd. Mochten jullie nog leuke TikTok make-up hacks hebben of andere live hacks van TikTok, laat het dan ook even weten in de comments. Want ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd daarnaar. En ik zou best wel meer hacks willen uitproberen die misschien mijn leven toch wel een stukje makkelijker zouden kunnen maken. En voor nu wil ik jullie heel bedanken voor het kijken van deze video, jongens. Vergeet zeker niet om te abonneren op het YouTube kanaal van Exen Nederland. En dan hoop ik jullie ook weer de volgende keer te zien. Doei doei!